Uiteindelijk ben je met die job dag en nacht mentaal bezig. Ik ben op het einde van die job ben ik voor de tweede keer vader geworden. En ik weet nu, van die eerste 4 maanden van mijn jongste zoon, weet ik eigenlijk niks meer, want ik mentaal altijd bij die job was. Dat maakt het voor mij eigenlijk, dat is het moeilijkste om nu nog mee te dragen. Op doktersbevel ben ik thuis gebleven. En ik wist op de dag dat ik naar huis reed, toen ik ga nooit meer aan die school toe, het is genoeg geweest. Ik ga iets zoeken buiten het onderwijs. Maar mijn directeur van deze school, was toen eigenlijk mijn collega-directeur uit de schoolgemeenschap, die belde mij op enkele dagen later en die zei: ik wil jou in mijn school, er komt een plaats vrij. Na de kerstvakantie toen. Ik heb niet meteen ja gezegd, ik heb daar een weekendje over nagedacht. En heb dan gezegd van ja, ik geef dat opnieuw een kans. Ik ga lesgeven. En ik heb daar tot nu toe geen seconde spijt van gehad. De eerste maandag na de kerstvakantie stond ik hier in mijn klas om mijn lessen voor te bereiden. En ik hoorde voetstappen in de gang. Ik geef toe dat mijn hart begon al sneller te slaan. Van, oei, er is iemand daar. En dat was mijn collega van het eerste en die kwam zeggen welkom. Ik weet niet hoe ik gereageerd heb, maar ik vond dat gaf mij zo'n welkom gevoel. Ja, want dat gevoel is eigenlijk niet meer weggegaan. De reden waarom ik me hier goed voel en terug graag lesgeef, is omdat ik kan hier ventileren bij collega's en ze staan ervoor open. En ik sta ook open voor hun verhaal. Dus die open communicatie en dat begrip voor elkaar. Om een voorbeeld te geven bij een voorhoud met een ouder of een leerling waar het moeilijk mee loopt, het lukt om daar met collega's over te praten. En ze hebben die houding aan van ja, dat is bij ons ook zo en we begrijpen elkaar. Het is niet zo dat van bij mij komt zoiets niet voor. Nee, we zijn collega's en we staan op dezelfde golflengte. Die appreciatie voor elkaar sterktes, maar ook voor elkaar zwaktes, die heb je nodig in je job om je goed te voelen hier op school. Mijn eigen sterkte is schriftelijk, dus brieven schrijven of communicatie. Collega's weten dat en wordt dan aan mij gevraagd, dat is fijn, dus je mocht je sterktes hier tonen. Zelf ben ik minder creatief. Als ik denk aan het schoolfeest, dan zijn er collega's genoeg die even helpen en toch tot een mooi resultaat komen. Stel dat er een collega thuis is voor een lange periode, omdat het een beetje moeilijker gaat of ging op school, dan is het toch fijn om af en toe iets te horen van collega's. Dus dat je ook al aan elkaar denkt wanneer je ziek thuis bent. Je bent ook buiten de schooluren toch collega's. Als die persoon terugkomt, is het volgens mij een beetje aanvoelen van wil die persoon erover praten of niet. Ik kan alleen aanraden van praat er toch over, want mij heeft het eigenlijk geholpen. Men vroeg in het begin regelmatig van hoe ga je het nu met u, voel je een beetje beter. Dat is nodig, die vraag. En ik zeg altijd toen van ik vergelijk het met de voetbal. Ik ben van een tweede klasseploeg naar Club Brugge gegaan. Dus van een degradatiekandidaat naar een titelfavoriet. Maar te zeggen dat ik mij hier echt goed voel, ja.